Goedemiddag Menno, welkom. Je hebt een heel mooi boek geschreven, De Disruptieparadox. Maar wat is volgens jou precies disruptie? Ja, er zijn natuurlijk heel veel partijen die ernaar kijken, businessmodellen die veranderen. En ik heb eigenlijk dat thema verder willen bekijken en ben er eigenlijk achter gekomen dat disruptie niet zo heel veel zegt over technologie, maar vooral een soort vervanging is voor een dienstverlening die gewoon nu niet goed is. Oké. En hoe zouden bedrijven dan moeten omgaan met het concept disruptie om toch te kunnen innoveren? Nou, voor een aantal bedrijven is het echt een bedreiging, dus die moeten echt om. Maar voor een heel groot aantal bedrijven, die hebben gewoon nog langer tijd dan we vaak denken. En in heel veel geval ligt de verbetering ligt ook aan hun voeten. Dus het goud ligt aan hun voeten. En we kijken vaak veel verder weg, ook door die technologie. En hoe kan jouw boek daarbij helpen? Nou, het heeft mij in ieder geval heel erg geholpen om dat thema uit te zoeken. Het is iets wat iedereen in de mond neemt. We moeten disruptief zijn, we moeten veranderen. En ik heb vooral gekeken waar nou die hele ontwikkeling vandaan komt. En vooral ook geconcludeerd dat die bedrijven al veel meer in zich hebben dan ze nu laten zien. Dus het zit veel dichterbij dan we vaak denken. En is dat voor alle bedrijven hetzelfde? Nou, er zijn een paar bedrijven die moeten echt om. Maar wat ik net zei, voor een groot aantal bedrijven, die hebben ook veel tijd. En die zullen waarschijnlijk ook niet die disrupte partij worden. Zoals we die Uber kennen, Airbnb kennen. Dat gaan heel veel partijen niet redden. En dat hoeft vaak ook helemaal niet. Oké. Nou, wat mij betreft een duidelijk verhaal rondom disruptie. Dankjewel.